Het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme hield gisteren een Indication of Interest Meeting voor ondernemers die wensen mee te doen aan de eerste China International Import Expositie. Deze wordt van 5 tot 10 november 2018 in China gehouden. Het doel van deze expo is om de economische uitwisseling tussen de twee landen te versterken. De infomeeting vond plaats op het ministerie. Tijdens de Belt and Road Forum for International Cooperation, die op 14 en 15 mei 2017 in Beijing, China werd gehouden, waren al nieuwe vooruitzichten gepresenteerd. In dat kader zal het ministerie van HINT een handelsmissie samenstellen voor deelname aan deze expositie. Het is daarom dat het ministerie is gestart met de informatievoorziening voor ondernemers die goederen en diensten willen exposeren en of mogelijke handelsbetrekkingen wensen op te bouwen met potentiële partners. Tijdens die interest meeting moedigde directeur Reina Raveles ondernemers aan om meer te gaan doen met China. In 2013 $12.4 miljoen geëxporteerd naar China. Dat is in 2014 34 geworden. Helaas in 2015 en 2016 is dat gedaald naar $20 miljoen US dollar. De importen 2013 124 miljoen US dollar, 2014 145 miljoen, 2015 142 miljoen en het afgelopen jaar, vanwege de economische situatie, is die ook gedaald. Het verschil in die handelsbalans is groot. Het zit tussen 68 miljoen en 111 miljoen US dollar. En als we kijken naar wat we allemaal exporteren, dan exporteren we hout, vis, metal scrap, PVC scrap, dus eigenlijk recycled material. En er staat hier edible stuff from fish, dus ik ga er vanuit misschien visblaas en dergelijke. Dus het is eigenlijk echt heel beperkt wat we exporteren naar een land wat op dit moment toch een van de grote landen, machtige landen is in de wereld en ontzettend grote markt is. Directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Het ministerie wil dat Suriname meer haalt uit de samenwerking met China. Samen met ondernemers werkt het ministerie aan het samenstellen van een handelsmissie voor deelname aan de eerste China International Export Expositie.